Het lijkt allemaal simpel, want het zijn maar rondjes draaien, maar zo simpel is het niet. Die motorkens, daar kunnen 80, 90 per uur mee rijden, dus dat is levensgevaarlijk. Er mag niks misgaan, hoor. Vandaag rijd ik met Ilio Keijsen en met Moreno de Pauw. Dat is nu al een tiental jaar, denk ik, dat ik met Ilio rijd. Dan met Moreno, ja, dat is afwisselend. Maar met die profs, ja, dat kan je redelijk ver gaan. Maar je kan ook niet alles doen, want ik heb nog heel goede renners weten zien kapot rijden, bij wijze van spreken. Omdat ze te geweldig waren, de gangmakers. Dus ja, je kan niet alles. Hè. Je moet vooral een gevoel hebben voor snelheid. Je moet gevoel hebben voor timing. En een voordeel is als je zelf op de piste gereden hebt, dat je de piste aanvoelt.